Nijmeegse wijken in Dukenburg hebben steeds meer te maken met overlast. Vooral huisvuil dat niet wordt opgehaald, zorgt voor problemen. Het gaat niet goed met diverse wijken in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Wijken als Meihorst en Tolhuis lijken steeds verder te verpauperen. Volgens inwoners komt dit vooral omdat afvalverwerker DAR hier het huisvuil niet of nauwelijks meer ophaalt. De overlast hiervan neemt toe. Afvalhoop op straat, winkelwagens in sloten en prullenbakken die uitpuilen. Hier in stadsdeel Dukenburg is de overlast groot. Buurbewoners zijn er ook klaar mee. Er wordt vaak weinig afval opgehaald of te laat, dan blijft het heel erg lang liggen op straat. Ja, veel last van in de wijk. En is dat iets wat bij de bewoners zelf hoort te liggen? Of gaat dat eigenlijk naar, is dat iets door de DAR en de gemeente? De DAR laat het vaak niet op. De DAR laat het vaak liggen op de afvaldagen. Dan komen ze niet in de buurt. Of de mensen laten het inderdaad vroeg al aan de straat. En dan lijkt het ook langer te liggen. Ja. Het is hier een bende in Meijers, hè? Afvalzakken op straat, prullenbakken die uitpuilen. Wat doen we daaraan? Nou, onder andere wat wij al doen op de woensdagmiddag een uurtje. Met de kinderen zwerfvuil verzamelen in deze zakken. En mensen aanspreken op hun gedrag. En heeft u enig idee wat de oorzaak daarvan is? Ja, het publiek, hè? Ja, het zijn mensen die dat doen, hè? Het zijn geen dieren. Dus het zijn mensen die gewoon hun afval droppen en denken, laat maar waaien. Dus dat ruimen ze wel op. Dus dat vind ik heel jammer. Morgenavond wordt er een bewonersavond georganiseerd, samen met organisaties en initiatieven als Bindkracht 10 en de wijkmakerij om de overlast aan te pakken. De bedoeling is dat op 23 maart een grote schoonmaakactie komt. De Dukenburgers willen op landelijke opschoondag met zoveel mogelijk wijkbewoners de wijken weer een stukje schoner maken. Het is moeilijk uit te bannen, hè? Want het is een mentaliteitskwestie. En als je niet bewust bent van, ik moet dat gewoon niet doen, dan zie je het overal weer terug in de wijk. Ik denk dat het begint bij mensen zelf. Door niet een troep op straat te laten slingeren, zo simpel is het ook natuurlijk. Je kunt alles bij de gemeente of de DAR neer willen leggen, maar... In eerste instantie leg je gewoon je troep niet op straat. Zo simpel is het. Ja. Dan zou ik echt iemand laten handhaven. Ja. En als je het laat handhaven, dan is het zo over en betalen. Dan weet ik zeker dat het zo over is. Zo afgelopen. Ja. Zowel de gemeente als de DAR waren vandaag niet bereid om hier commentaar op te geven. Vandaag zijn de nieuwe studentenwoningen bij de Winkelstegen in Nijmegen in de verhuur gegaan. Dit zorgt online voor de nodige ophef vanwege de oproep tot het aanmelden van vriendengroepen. Het leek even alsof vriendengroepen voorrang zouden krijgen op de woningen, maar dit ligt net even anders. De woningen worden toegewezen via een loting, zowel voor groepen als voor individuen. Maar hoe kijken studenten hier eigenlijk tegenaan? Kijk, iedereen moet een gelijke kans hebben op een kamer, want het is al heel lastig. En ja, het is leuk als je met een vriendengroep woont, maar het is ook belangrijk dat je nieuwe contacten maakt als je naar een nieuwe stad gaat. Dat vind ik niet volkomen eerlijk. Ik bedoel, mensen met een vriendengroep, ja, die zoeken natuurlijk ook een woning, maar sommige mensen zijn wat eenzamer en meer alleen. En ik vind dat die ook recht hebben op een huis. Eigenlijk wel onterecht, omdat misschien de studenten met een vriendengroep ook wat minder serieus zouden zijn om hun studie uiteindelijk te behalen. En de mensen die op hunzelf gaan wonen toch meer echt voor hun studie zouden gaan doen. Ja, eigenlijk fantastisch. Ik ben zelf nu anderhalf jaar een beetje op zoek naar een woning. Kom er steeds niet doorheen. Facebook, alles probeer ik erop te zoeken. Maar als dit wordt geregeld, dan kan ik wel meer kans hebben om daadwerkelijk ook met vriendengroepen iets te bereiken. Ja. Omdat in principe zou iedereen gewoon evenveel recht moeten hebben om een kamer te krijgen. Of evenveel voorrang dan. Ik denk op zich wel dat het een leuk en goed plan is, ook zou het wel voor mij werken. Maar ik denk wel dat je mensen daarmee tekort komt die bijvoorbeeld nieuw zijn in een stad en niet bij een vereniging zitten. Waardoor ze niet per se heel veel vrienden hebben en die mensen wel tekort komt daardoor. Nou, waarom heeft de een meer recht op iets dan de ander? Ik bedoel, uiteindelijk zijn we allemaal studenten en als je gewoon ver woont, dan heb je gewoon recht op een kamer om... Of je moet gewoon ergens kunnen wonen, anders wordt het leven gewoon heel moeilijk. Kijk, ik snap het principe misschien wel een beetje. Kijk, het nodigt natuurlijk ook uit om met z'n allen uit huis te gaan, de stad in te gaan. Dat is goed voor de stad. Misschien goed voor de studentenomgeving. Maar aan de andere kant, je gaat ook studeren voor jezelf in je nieuwe omgeving, in je ontwikkeling. Ja, en om dan te zeggen, je krijgt voorrang als je mensen meeneemt, vind ik een beetje een raar principe eigenlijk. Wat merken de Nijmeegse studenten eigenlijk van de woningnood?
ja, het ligt er een beetje aan. De ene die vindt zo heel snel een kamer, de andere niet. Het ligt er gewoon echt heel erg aan hoe je zelf daarin bent en of je wel of niet er doorheen komt. Maar ik vind het wel noodzakelijk, want Nijmegen is een grote studentenstad. En daar moeten wel woningen voor zijn. Ja, het is echt ellendig. Want als je op Facebook kijkt, staan zoveel, er staan best wel wat kamers. Maar als je kijkt, als ik van vrienden hoor, hoeveel reacties er ook op komen via Facebook. Echt 200-300 mailtjes binnen een paar uur. Ja, onmogelijk bijna om dan gekozen te worden. Nou, ik merk er zelf niet zo heel veel van, aangezien ik gewoon best wel snel een kamer heb gekregen. Maar ik heb wel van vrienden en van mijn zus, die heeft heel lang moeten zoeken. Het blijft heel lastig. Ik merk er zeker wel wat van. Ja, ik woonde hier vorig jaar en ik was heel erg op zoek naar een kamer, maar die dingen, ja, is best wel een schaarste in. En dat merk je zeker. Ik heb ook veel vrienden die heel veel moeite hebben met het, ja, het krijgen van een kamer. Dus ja. De gemeente Mook en Middelaar stopt met het zoeken naar nieuwe maatregelen om het verkeersprobleem tussen de A73 en Groesbeek op te lossen. Het college mist bij regiopartijen de verantwoordelijkheid om samen tot een structurele oplossing te komen. De verantwoordelijke wethouder zegt dat eenvoudige oplossingen niet meer bestaan, anders waren die al gerealiseerd. De verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpskernen van Mook en Molenhoek hebben al lang te lijden onder het vele verkeer dat tussen de A73 en Groesbeek rijdt. Daarom ging het gemeentebestuur afgelopen jaar met een lokaal verkeersonderzoek op zak met de regio in gesprek. De gemeente Wijchen gaat inwoners een gratis cursus reanimeren aanbieden, zodat meer mensen kunnen helpen als iemand op straat of op het sportveld een hartstilstand krijgt. De eerste 6 minuten is de overlevingskans het grootst, lichten ze toe. De afgelopen jaren zijn er in Nederland op steeds meer openbare plekken AED's geplaatst, zodat omstanders slachtoffers zelf kunnen reanimeren in afwachting van de ambulance. Na de reanimatiecursus, die zo'n 2 uur duurt, ontvangen deelnemers een certificaat dat een jaar geldig is. Aan het eind van deze periode krijgen ze een uitnodiging voor een opfriscursus. De populaire Nijmeegse Waalstranden gaan komende zomer opnieuw op slot in de nachtelijke uren, heeft de stad besloten. Van mei tot en met oktober zijn de strandjes 's nachts verboden terrein. De nachtelijke sluiting is bedoeld om overlast tegen te gaan. Op de stranden tussen de Waal en Spoorbrug in Veurlent zijn strandgangers tussen 1 mei en 1 oktober niet welkom van middernacht tot 6 uur 's ochtends. Op de oevers in het Natura 2000 gebied, waaronder de andere stranden in Veurlent en de Stadswaard, geldt het toegangsverbod van zonsondergang tot zonsopkomst. Vandaag is het de Internationale Dag van de Moedertaal. Nu spreken we in onze regio natuurlijk allemaal Nederlands, maar daarin zijn er wel weer de nodige dialecten. Dialectdichter Rini van Haren dicht in het Maas en Waals. Maar in hoeverre leeft dat dialect nog onder de inwoners? Nergens in het hele land ligt een gebied zo schoon als tussen deze rivieren, waar ik zo graag woon. Het is wel meer voor de oudere generatie. De jongeren, dat wordt wel steeds minder. Maar ja, we proberen er op deze manier wel steeds meer, steeds veel aandacht voor te hebben. Spreekt u nog een beetje Maas en Waals? Wordt het dialect nog gesproken hier? Door mij niet. Zeker. Zijn er geen Maas en Waalse woorden die jij gebruikt? Ik ken er geen. Nou, ik denk wel dat je bij sommige mensen nog wel een dialect hoort, ja. Weet je wat boks is? Zijn die een onderbroek? Nou ja, goed, ik ben in ieder geval opgegroeid in een gezin waar dialect gesproken werd. En nou ja, dan kom je op een gegeven moment op school en dan moet je ook wel ABN leren. En dat is ook prima, daar is niks mis mee. Maar ik zeg altijd, waarom niet tweetalig opvoeden? Hè? Dat is eigenlijk wat iedereen zou moeten doen in deze streek, vind ik. Ik hoop dat de jongeren dit ook allemaal goed kunnen verstaan als wij zo plat in de weer gaan. Tweetalig? Nou, nee. Onzin beginnen we niet. Mag van mij. Maar ik vind het lijkt me wel heel erg lastig voor leerkrachten. Ja. Is het iets meer voor de ouderen? Ja, dat wil ik ook niet zeggen, maar wel zeg maar, ja, je moet er mee opgevoed zijn. De oudere generatie lijkt weer steeds meer interesse te krijgen in het dialect. Dus wanneer mensen boven de 40 komen, dan lijkt het steeds wat interessanter te worden weer om toch weer dat dialect weer terug te halen wat ze vroeger gesproken hebben. Dus daar is echt wel weer groeiende belangstelling in. De Toffelooi, en dat is een tafellade. Ja.
En in een Toffelooi, daar werden vroeger allerlei dingetjes in bewaard. Van elastiekjes en van lucifersdoosjes. En als ik dan die opsomming noem, dan zie je een feest van herkenning door die zaal gaan. Als ik die dan voorlees, dan hoor je allerlei dingen. Oh ja, oh ja. En wat zeggen ze dan vaak? Nou, ik weet nog goed dat het begon dat ik net mijn man leerde kennen. En toen zei hij van, ik ga de griezel halen. En ik dacht, waar heeft hij het over? En griezel, ja, dat bleek dus een hark te zijn. Ja, dat weet je dus niet. Meer mensen gaan beseffen, het is hier best wel fijn. Wie zit er niet voor altijd, maar zou allen willen zijn? De regen van dit moment zal de rest van de avond en een deel van de nacht blijven aanhouden. Morgenochtend zal vervolgens droog verlopen, maar in de middag krijgen we met een nieuw regengebied te maken. In de avond blijft het nog buiig en trekt de wind ook aan tot vrij krachtig, met lokaal windstoten van 80 km per uur. Het is wel vrij zacht, bij zo'n 13 graden. Ook vrijdag verloopt wisselvallig, met geregeld buien die afwisselen met droge en zonnige perioden. Tijdens de buien kan er ook hagel vallen en er is wat onweer mogelijk. De dagen erna blijft de kans op een bui aanwezig, maar het wordt wel iets frisser. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 20 februari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios met de nieuwste bioscoopfilms die vanaf morgen te zien zijn in de regio. Morgenmiddag om 1 uur is op dit kanaal live de herdenking te volgen over het bombardement op Nijmegen dat dan precies 80 jaar geleden is. Uiteraard is er een verslag hiervan ook 's avonds weer terug te zien in onze nieuwsuitzending. Graag tot dan!